beginnen met Paul Roetgering van Roetgerink Mode in Enter. Altijd een beetje verwarrend. Helemaal correct. Ja, hoe komt dat nou, die GNK? Even kort. In ons paspoort allemaal met een G. Tijdens een wisseling bij de Kamer van Koophandel inschrijving is dat misgegaan. Gewoon een domme fout dus. Het was een domme fout en die hebben ze eigenlijk nooit weer hersteld. Oké. Okay. We gaan het met je hebben over een hele mooie prijs die jullie als Roetgerink gisteren in de wacht hebben gesleept. Ja. Wat was het voor een prijs precies? Dat was een internationale prijs uitgegeven door EK Fashion Service uit Bielefeld. Is dat dan een retail organisatie? Nou, je moet zien, wij zijn aangesloten bij Euretco. En Euretco is een inkoopvereniging. En de moedermaatschappij van Euretco die zit in Duitsland. En die heeft banden door heel Europa in verschillende branches. En die geven één keer per jaar drie prijzen uit. Met mensen die passie hebben voor het vak, die creatief zijn. En wij hebben deze prijs gekregen omdat we een traditie hebben, 163 jaar al. Daarnaast heel creatief zijn in de marketing. En wij doen dingen met passie, met beleving. Nou, was er ook nog een nieuwtje dat jullie voor het eerst eigenlijk een keertje op zondag open waren? Dat klopt. Ja, ja. Want Enter, gemeente Wierden, normaal niet zo heel erg blij met winkels die op zondag open gaan. Nee, maar je ziet natuurlijk rondom je heen dat steeds meer steden open gaan. En het is een maatschappelijke golf die je eigenlijk niet meer kunt tegenhouden. Dus we zullen vroeg of laat daarin mee moeten gaan. En wij hebben de gemeenteraad uitgenodigd om eens te kijken van, volgend jaar zijn er verkiezingen, of wij dan niet een beperkt aantal zondagen open zouden kunnen. Maar nu moest dat via een vergunning, een evenementenvergunning. Ja. Zij willen dat niet gewoon regulier doen? Nou, daar willen we eigenlijk naartoe. Maximaal 8 tot 10 zondagen per jaar. Ik wil ook niet 52 zondagen per jaar open. Nou, het is natuurlijk, wij zijn de grootste wetgever in de gemeente. Waarom wilt u niet elke zondag open? Omdat het eigenlijk financieel helemaal niet haalbaar is. In de maanden januari, februari hebben we uitverkoop. Dan moet ik mijn mensen 150% betalen. Gewoon te duur. Dan is het helemaal niet interessant. Die zondag voor Sinterklaas of voor Kerst, die wilt u natuurlijk wel. Die is heel slecht bij ons. Want vroeger werd er een keer een sjaal cadeau gegeven en dat soort dingen. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Maar het is natuurlijk wel gewoon oneerlijke concurrentie dat in kernen om u heen wel. Nou, dat is het ook. Kijk, we zijn de grootste werkgever van de gemeente Wierden. En we willen ook graag in de toekomst dat blijven zijn. En elke broek die op een zondag ergens anders gekocht wordt, die wordt niet bij ons gekocht. Ja, nou heeft u ook plannen om uit te breiden. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, we hebben rechtsnaast de zaak hebben wij nog een perceel liggen waar we 4.500 meter mogen uitbouwen. Twee maanden geleden hebben wij aan de linkerkant ook een pand gekocht. En daarmee hebben we concrete plannen. Die 4.500 vierkante meter, die hebben we nog even in de wacht gezet. Omdat dat natuurlijk ook wel een behoorlijk prijskaartje aanhangt. Maar aan de linkerkant willen wij eigenlijk mee aan de slag om daar een winkel te bouwen. Kan dat allemaal nog in een wereld waarin ik mijn meeste kleding bij Zalando bestel of bij de Weekampen veel online doe? Kan dat allemaal uit? Jazeker. Wij draaien heel goed. En in de koopstroomonderzoek van Overijssel van het afgelopen jaar zie je dat Enter een toevloeiing heeft met betrekking tot kleding. Wat is jullie geheim dan? Wij hebben heel veel merken onder één dak. Makkelijk aan te vliegen. 2 minuutjes van de A1 af. We hebben gezelligheid, we hebben beleving, we hebben een brasserie erbij. Ja, we zijn een beetje aan het entertainen. Je kunt naar Enter komen, kun je 2, 3 uurtjes zijn. Ga je dan ook entertainen met die nieuwe winkelruimte? Dat zal wel een winkel worden die uniek is in Nederland. Maar wel, het gaat wel over mode. Daar zijn we goed in. We gaan niets anders doen waar we niet goed in zijn. U wilt het nog een beetje geheim houden, hè? Ik wil het nog een beetje geheim houden. Waarom? Bent u bang voor concurrenten die het na gaan rapen? Nee, überhaupt niet. Maar er moet nog de gemeente moet nog worden ingelicht. En dat wil ik eigenlijk liever op die weg doen dan dat ik het hier kundig maak wat ik wil. Nou is het natuurlijk opmerkelijk te noemen, dat gaat u eigenlijk voor de wind met de Roetgerink Mode. Heel veel collega's, concurrenten misschien ook, die een beetje in hetzelfde segment zitten, die vallen om. Ja.
Wat vindt u daarvan? Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk... Kijk je daar tegenaan als van, nou, collega's vallen om of nou mooi, die concurrenten zijn weg? Nou, niet de concurrenten. Kijk, met name voor de medewerkers is het natuurlijk een drama dat een winkel sluit. Alleen je moet er wel naar kijken van, heeft die winkel de potentie om omzet te draaien, om geld te verdienen? Want uiteindelijk gaat het om dat je geld verdient. En als jij je uitwaait over een bepaalde streek en je hebt de ene keer in een klein plaatsje, de andere keer in een wat groter plaats. Wat ons succes denk ik ook is, dat wij op één locatie zitten. Op 6.500 vierkante meter. Wij doen zelf ons ding. Ik ben er elke dag zelf aanwezig. Dus ik zie wat er gebeurt. En ik denk dat daar onze kracht ligt. Ja,